Het boek waar ik nu aan denk is het boek van Dode Mannen Win Je Niet, van Walter van den Berg. Ik heb thuis een gesigneerd exemplaar. Ik heb hem er zelf over uithoren voorlezen bij Noorderwoord. Dat is in het Zonnehuis. En ik was heel erg onder de indruk vooral van het onderwerp. Want Walter van den Berg heeft geschreven vanuit een dader van vrouwenmishandeling. Nou heb ik zelf 13 jaar in de vrouwenopvang gewerkt. Dus ik heb heel veel gewerkt met vrouwen die mishandeld zijn. En ook kinderen van vrouwen die mishandeld zijn. Het was voor het eerst dat ik het perspectief van de dader tegenkwam. En Walter van den Berg heeft dat echt zo goed beschreven. Dat je echt in het hoofd kruipt van iemand die ja, eigenlijk niet deugt. Hè? En hij heeft het zelf als jongen meegemaakt. Want het is natuurlijk wel fictie, maar het is gebaseerd op zijn ervaring als jongen met zijn stiefvader. Het perspectief is dus vanuit die stiefvader en die vertelt het aan zijn stiefzoon, dus aan die jongen. Dus aan de kleine Walter, zeg maar. Dus dat vind ik heel, het heeft me echt geraakt. En ik gebruik het ook vaak als een voorbeeld van in mijn schrijflessen wat je kunt doen met perspectief.